Een tijd lang leken André en Roxane Hazes als broer en zus niet door een deur te kunnen. Toch heeft de tijd zijn magie laten zien en recentelijk hebben ze elkaar weer in de armen gesloten. Dit emotionele moment deelde de zanger met Show News, waar hij openhartig sprak over de hereniging. André onthult het achterliggende verhaal. Enkele maanden geleden heb ik mijn zus een bericht gestuurd met de vraag of ze open stond voor een gesprek. Het was een spannend moment en ik heb hard moeten werken om dat gesprek te bewerkstelligen. Gelukkig is het uiteindelijk gebeurd en ik ben er ontzettend blij mee. Het is werkelijk een van de meest waardevolle gebeurtenissen van de afgelopen jaren voor mij geweest. Gedurende de periode van radiostilte tussen hen beiden, realiseerde André zich niet direct het gemis van zijn zus. Hij reflecteert: Ik denk dat dit het gevaar is, het wordt normaal. Je voelt dat er iets niet helemaal in orde is, een onderliggend verdriet, maar je kunt het niet plaatsen. Pas op het moment dat je elkaar weer ontmoet, in elkaars armen valt, Dezelfde humor deelt en blijkt dat je beide een soortgelijke pijn met je meedraagt, besef je, dit was die leegte. De zanger kwam eerder deze week opnieuw in de schijnwerpers vanwege zijn nieuwe look bij Madame Soots. Zijn wasse evenbeeld onderging een metamorfose, wat de nodige aandacht trok. Opmerkelijk genoeg heeft het beeld in de loop der jaren al meerdere transformaties ondergaan, zoals Evert Santegoeds opmerkte tijdens de bespreking bij Show News. Kijk eens naar de vernieuwde versie van zijn wasse evenbeeld, Deelde de zanger enthousiast op social media? Het shownieuwsteam team analyseerde de veranderingen, waarbij Santegoets opmerkte: hij ondergaat nogal wat veranderingen. Hij wordt wat voller, dan weer breder, en dan weer slanker. Soms lijkt hij er beter uit te zien dan voorheen. Als je een beeld van hem hebt uit 2021, moet je dat na drie jaar toch een beetje aanpassen. Kortom, de recente gebeurtenissen in het leven van André Hazes, zowel persoonlijk als op het gebied van zijn wassen evenbeeld. Hebben de media en fans geboeid en doen de veelzijdigheid van zijn leven en persoonlijkheid op indrukwekkende wijze uit te doeken.